music fades and all is stripped away, and I simply come, longing just to bring something that's of worth, that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper with it, through the way things appear, you're looking into my heart. We waren te gast in de Agios Dimitroskerk. Hier was een eredienst gaande. De liturgie en haar gebruiken zijn zo anders dan wat wij gewend zijn. Maar wat wel heel erg bijzonder was, dat we als groep direct het in de gaten hadden, dat het Onze Vader gebeden werd. De woorden klonken weliswaar anders, maar de betekenis, die is hetzelfde. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. King of endless worth, no one could express how much you deserve. Oh, though I'm weak and poor, all I have is yours, every single breath. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. Oh Lord, you search much deeper within, through the way things appear, you're looking into my heart. We bezochten het klooster van Flatadon in de oude bovenstad van Thessaloniki. Dit klooster zou gebouwd zijn op de plek waar ooit het huis van Jason moet hebben gestaan. Jason was degene die Paulus en Silas onderdak bood. Dit was echter niet zonder gevaar. Toen jaloerse Joodse mannen erachter kwamen dat Paulus en Silas al vertrokken waren, sleurden ze Jason zelf voor het gerecht. Hij kwam er gelukkig met een borgsom vanaf. Paulus en Silas waren inmiddels al verder gereisd naar Berea. En dat is dan ook precies de plek die wij morgen aan mogen doen. We zijn hier vanmorgen met elkaar bij een klooster in de bovenstad van Thessaloniki. En ik sta hier voor de Pauluskapel. Want dit zou de plaats zijn geweest waar de apostel Paulus moet zijn geweest. Paulus heeft deze stad bezocht. Paulus heeft brieven aan de gemeente geschreven. 2 brieven kennen we. En ze hebben natuurlijk dan ook aan hem een kapel gewijd in dit klooster. The splendor of a king. Clothed in majesty, let all the earth rejoice, all the earth rejoice. We bezoeken vandaag de bovenstad, de oude bovenstad van Thessaloniki. En we hebben hier daadwerkelijk een prachtig uitzicht op de benedenstad en de kustlijn. Paulus en Silas kwamen in deze stad vroeger in de moeilijkheden. Waarom? Omdat er mensen die niet naar hen wilden luisteren, Joodse mannen, jaloers waren. En die stookten andere Joodse mannen, volk van de markt, stookten ze op. En er kwam oproer in de stad en ze zeiden, deze mannen verkondigen een koning, een andere koning. Volgens hen mogen wij niet trouw zijn aan onze koning. En weet je, zo is het zo vaak dat het woord, het evangelie, net verdraaid wordt. En dat wij in een kwaad daglicht gesteld kunnen worden.
Paulus had daar steeds opnieuw mee te maken. Hij heeft vervolging gekend. Het volgen van Jezus in je leven, hem als koning stellen in jouw leven, betekent niet dat het een kalme reis zal zijn, maar wel een behouden vaart, een thuiskomst, een toekomst vol van hoop. Paulus die heeft dat begrepen en hij wou dat overdragen aan iedereen die er naar wilde luisteren. Maar wat heeft hij vaak ook mensen op zijn pad aangetroffen die niet wilden luisteren en hem de mond wou snoeren. He wraps himself in light, and darkness tries to hide. It trembles at his voice, trembles at his voice. How great is our God? Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Thessaloniki vandaag de dag is echt een wereldstad. Het is op Athene na de grootste stad van Griekenland. En hoe anders ziet het er vandaag de dag uit? Hoe zou Paulus destijds de stad hebben aangetroffen? Paulus schrijft ook aan de Thessalonicenzen. En hij schrijft dat ze waakzaam moeten zijn. Dat ze ten alle tijde rekening moeten houden met het feit dat Jezus op elk moment terug kan komen. De bekende woorden, hij kan komen als een dief in de nacht. En als ik dan zo hier door de stad heen loop en om me heen kijk en al die mensen voorbij zien komen, dan vraag ik het bij mezelf af. Zouden ze rekening mee houden? Zouden ze er echt mee bezig zijn dat Jezus op een dag terugkomt? Zien ze er naar uit of leven ze gewoon hun eigen leven?